Nou, welkom in ons hotel in Tulum. Het is echt insane mooi. Echt gewoon niet normaal. Ze hebben twee zwembaden, hier eentje hierheen. Hierboven zit een fitness en een yoga studio. Dus dat is voor ons top, aangezien wij dus sporten elke dag. En we hebben een upgrade gekregen, want deze kamer waar we nu zitten was eigenlijk 200 euro duurder. Omdat we erbij hadden gezet dat we content creators waren. Dus waarschijnlijk hebben we daaraan te danken. Bank en hier slaapt Buf. Nou, onze hele keuken met eindelijk een grote koelkast. Nou, en we hebben echt letterlijk alles. Dus we hebben zelfs een blender, want wij maken altijd smoothies in de ochtend. Een oventje. Nou, we kunnen lekker koken. En dan hebben we hier zo onze slaapkamer van mij en Shen. Ik zal even een lichtje even aandoen. Oh, en dit was trouwens het licht van ons privé zwembad. Dus we hebben eigen privé zwembadje. Super cute. Hier kunnen we ook nog buiten kunnen nog zitten. Een soort jacuzzi idee is het een beetje. Dus dat is wel echt super tof. Nou, hier hebben we nog een bureautje en een tv. Hele grote kasten. Dat zijn we onderhand ook niet meer gewend. En dan een super mooie douche. Dus mega, mega, mega blij. Ik denk dat we hier in dit hele resort niet eens meer afkomen oprecht. Maar ja, zijn we blij? Oh, zo blij. Zo mooi. Ja, echt top dit. Nou, de meiden zijn weer aan het sporten. Want we moeten de 10.000 stappen weer halen. En ja, aangezien we de hele dag in de auto hebben gezeten, was daar geen tijd voor. Dus ja, we zijn nu de stap op de loopband aan het doen. En Shen op de fiets. Dus fiets. Wat? Oh, dat is helemaal geen fiets. Hoe heet dat? Cross trainer. Nou, dat dus. Lekker sporten. Er is ook een airco. Die doet het overigens niet. Dus we gaan helemaal dood. Het is 25 graden onderhand. Maar lekker sweatings. Kijk, ik zal het even laten zien. Het bewijs. Het is dus 25 graden. Goedemorgen allemaal. Morning. Oh ja. Allemaal. Wij hebben vandaag een leuk dagje gepland staan. Want we gaan vandaag Tulum ontdekken. Nou, we hebben heerlijk geslapen. Pas op, wow. Want wij zien jou niet. Oh, meneer. Oh. Oh, wat doet hij? Oh. Nou, er kwam even een vrachtwagen die niet door had dat wij er stonden. Maar oh, zo. Hij zit zo. Bijna. Ze moeten weer echt rijles nemen. Ja, ze kunnen hier echt niet rijden. Het is verschrikkelijk. Nou, in ieder geval, lang verhaal kort. We gaan vandaag Tulum ontdekken. Dus we hebben allemaal kleding mee. We gaan nu eerst naar een cenote toe. Cenote is eigenlijk een soort van... Ja, wat is het goede woord? Sinkhole? Is dat hetzelfde? Niet? Ja, ik weet het eigenlijk. Nou, het is in ieder geval zo'n gat, zeg maar, in de grond. Waarop de grond dan dus zo is gezakt. Een soort dus van cave-achtig. Een soort cave waarin je dan kan springen met water. En, nou, heel mooi. Dus in ieder geval, daar gaan we eerst heen. Dan gaan we daarna doen. Nou, in ieder geval, we hebben echt mega veel op de planning staan. Dus we weten het niet eens alsof we het vandaag gaan redden. Maar dat moeten we nog maar zien. Dus we'll keep you updated. En in de volgende beelden zal je waarschijnlijk wel de cenote zien. We zijn aangekomen bij de eerste cenote. Dit is trouwens geen cenote hoor. Daar gaan we nu nog heen. Maar dat is een mooie muurschildering. Ga jezelf douchen. Oké, nou. We moeten ineens douchen. Wat is dit voor iets raars? Ik krijg helemaal een rare vibes hierbij. Maar ja, we moeten dus douchen. Als je een zwembad ingaat, dat hoort gewoon. Ja, maar wie doet dat? Nou, niet heel veel mensen, maar je moet het wel. Je moet het wel. Dus we moeten even douchen en dan mogen we eindelijk de cenote in. Ja, dat is hier. Ik maak wel nog eentje op deze onder. Ah, ik vind het zo weer. Oké, kan ik? Ik kom eraan. Hij valt me weg. Oké. 3, 2, 1. Nou, de meisjes zijn in een gat gesprongen, zo. Ja, zo. Ja, het is hoger dan je denkt wel. Maar het is wel heel leuk. Er komt heel veel water zo in die neus. Ja, daar moet je neus dicht houden. Maar we hebben het op beeld. Kijk, dit is het. Ja, je ziet echt precies niks. Je springt gewoon letterlijk een zwart gat in. Ja, dat is leuk. En het is ook best wel hoog. Maar in ieder geval, ja, nou moet ik. Ja, je kan ze. Oké. Okay. Ah! Oh my god, het is verschrikkelijk. En dan komt de andere verstrooide aan. Ja, lekker hè. Genieten! Ik doe dat niet meer. Zo, mijn oor. Walk, keep on walking straight. Straight to the hell we made. Why oh you're walking when we wanna go inside. Nou, wij staan dus.
is bij het beeld van Tulum. Ik ga gewoon even naar voren. Kijk. We staan hier dus in de regen. Iedereen is dus nu weg. Dus we moeten even wachten totdat het is gekapt met regen. Midden in een fotoshoot. Maar het gaat weer keihard regenen. Fucking kut. Dus we moeten even wachten tot het hopelijk snel verstopt met regenen. Dan kunnen we de fotoshoot weer even continuen. Even voortzetten. En dan... Ja. Lekker regen in Tulum. Het is echt heel erg. Wij lopen dus weer in Tulum, want wij wilden namelijk eerst naar Azulikeet, een soort van beetje architectuur, rieten, gebouw. Nou, in ieder geval, het is super mooi om daar ook foto's en alles te maken. Toen kwamen we daar, zeiden ze, nee, we zijn pas open vanaf 5. Toen dacht ik, hè, want op internet staat gewoon van 10 tot 5, dus I don't know. Maar in ieder geval, toen kwamen we erachter dat we dus bij het restaurant zaten in plaats van bij het museum. En toen waren we bij het museum, vragen ze 200 pesos. Op internet staat dat letterlijk alles gratis is. En tot nu toe, overal waar we zijn geweest, waar stond dat gratis was, moesten we betalen. Daar hadden we dus geen zin in. En Sen en ik hebben om 5:30 dus die kapsessie. Daarover later meer wat het allemaal is. Want ik ga daar een apart gedeelte van toe wijden. Dus maar we gaan daar nu alvast heen rijden. En dan gewoon chillen even in het hotel totdat dat dan is. En ja, dan vanavond eten. Ik weet het niet nog wat de eetplanning is. Dus we gaan het zien. En morgen gaan we dan alweer weg hier uit Tulum. Aan het einde van deze video zullen we ook nog even onze... honest opinion gaan delen over wat we nou echt vinden van Tulum. Dus ja, dat. Oké, nou, jullie zullen misschien wel denken aan deze beelden van, zijn ze behekst of wat is dit nou precies? En we wilden er eigenlijk even een uitleg aan geven, omdat ze misschien inderdaad heel raar uit kan zien, maar het is totaal niet raar. Nou, wat wij hebben gedaan, dat heet dus KAP. En KAP staat eigenlijk voor Kundalini Activation Process. Het is eigenlijk de levensenergie wat gewoon in je lichaam ook zit. En een ander woord daarvoor is dus Kundalini. Kundalini betekent eigenlijk, als je het vertaalt in het Nederlands, een opgerolde slang. En dat is eigenlijk ook een beetje de bewegingen die je ons ziet doet. Voornamelijk wat je bij Shen ziet in het filmpje is dat ze dus dit doet. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat een slang dus doet. What else? What else? Ja, wat dat dus is, die levensenergie. Wat wij dus hebben gedaan is een kapsessie. En dat zorgt er zeg maar voor dat die energie dus wordt geactiveerd. Dus je hebt zeg maar twee chakra's. Ja, probeer het goed uit te leggen. Maar je hebt twee chakra's. Je crown chakra en je root chakra. Ik weet even niet wat het in het Nederlands is. Maar die twee. En op het moment dat die levensenergie dus wordt geactiveerd. Gaat de energie dus twee kanten op. Zeg maar zo. Door je lichaam. Naar allebei die chakra's toe. En dat voel je dus ook als je, als dat geactiveerd wordt. En dat is wat wij dus hebben gedaan in Tulum. En iemand die dat dus geeft is dus een KAP facilitator. En wij hadden er dus twee. En zij zorgen er eigenlijk voor dat je door middel van muziek en door middel van hun energie en bewegingen, wat je dus ook eigenlijk in de video ziet, dat die energie dus opgewekt wordt. Ja, zij zorgen er eigenlijk gewoon voor dat die energie zeg maar geactiveerd wordt. Wat je op een gegeven moment ook ziet, is dat ze dit doen boven Shen. Wat ze daar eigenlijk mee bedoelen, het is niet dat het ineens is dat zij heksen zijn of wat dan ook. Maar zij zijn eigenlijk gewoon de kracht die tussen de universe en tussen de energie staat. En zij kunnen ervoor zorgen dat dat dus in je lijf wordt geactiveerd. Dat is ook bijvoorbeeld wat je op het eerste filmpje zag. Dat is Nadine was namelijk een van de KAP facilitators. En we wilden dat filmpje laten zien om jullie meer een beeld te geven van dat het ook... dat het echt is, want het ziet er misschien uit alsof het niet echt is. En als we het vertellen een beetje, kijk wat het uiteindelijk dus voor je kan doen. Nou, je ziet dus dat je een soort van allemaal bewegingen aan het maken bent. Maar dat is niet het enige wat KAP doet. Er komt misschien soms ook emotionele ontlading. Dus mensen bijvoorbeeld bij ons, sommigen moesten heel hard schreeuwen. Sommigen gingen huilen, sommigen gingen lachen. Ja. Het was heel bizar eigenlijk ook wel gewoon om mee te maken. Omdat je bent super bewust van alles wat er om je heen gebeurt. En ook wat er in je lijf gebeurt. Het is heel raar, want je kan... ik heb gezegd dat ik het dus vergelijkbaar vind met GHB. Ik ben helaas ooit een keer gedrogeerd daarmee.
Je kan dan, als je dat ook hebt, helemaal niks doen. Je bent soort van helemaal verlamd. Maar je bent wel zo helder dat je alles nog steeds heel goed hoort, proeft, ruikt, voelt. Ja. Maar ja, je kan je lijf gewoon niet meer bewegen. En dat is met dit ook. Je voelt letterlijk dat je beweegt. Maar je kan er simpelweg gewoon helemaal niks aan doen. Ja, dus het enige wat je gewoon moet doen is op een matje gaan liggen. Met nou ja, de andere mensen die dan ook zo'n kapsessie willen doen. Ja. De muziek gaat aan en je moet je gewoon overgeven. Ze zeiden van, het is eigenlijk net alsof je gaat slapen. Dat je gewoon ergens, nergens aan denkt. Probeer er echt geen gedachten te hebben. Niet te denken van, na 10 minuten, oh, het werkt niet. Want ja, dan werkt het ook niet. Nee. Dus je moet je gewoon volledig overgeven. En dan op een gegeven moment, mijn eerste beweging was echt super gek. Toen kreeg ik echt een soort van error van, hoe kan dit? Maar ja, je moet je gewoon overgeven. En op een gegeven moment voel je gewoon die energie, een soort warme gloed door je hele lichaam gaan. En ga je dus helemaal bewegen. En dat stukje wat zij heeft gefilmd, dat was echt nog niks. Nee, dat was echt niet vergelijkbaar met wat wij hebben echt... Nou, het was echt insane eigenlijk. Maar het is niet uit te leggen als je het niet hebt meegemaakt. Nee. Maar we wilden het wel graag delen, omdat het voor ons een hele bijzondere ervaring was. Klopt. En waar is het nou goed voor? Want dat is misschien nu de vraag van heel leuk dat je daar lekker ligt te bewegen, zoals zo gekkie. Ja. Nou, eigenlijk zorgt het er gewoon voor dat je... als we het hebben over frequenties, dus bijvoorbeeld als jij een heel positief leven hebt, dan zorgt dat eigenlijk voor dat jij op dat moment dus in een hele hoge energiefrequentie zit. Alles om ons heen, inclusief onszelf, is eigenlijk energie. Als je het zo bekijkt. Nou, kap zorgt ervoor dat je eigenlijk jouw energielevel, frequentie dus zo hoog wordt. Dat je dus ook makkelijker dingen kan manifesteren in je leven. Je gaat veel meer vertrouwen eigenlijk op je eigen intuïtie en op je eigen gevoel. En dat is een van de dingen wat ik bijvoorbeeld nu al heel erg merk. Dat ik heel anders eigenlijk ben in bijvoorbeeld gesprekken met mensen. Of überhaupt in gewoon het maken van keuzes. Dat ik daar nu veel meer vastberaden echt ben van oké, dit is het juiste. Terwijl je misschien soms nog wel twijfelt over wat dingen. Maar ook het oplossen van... Nou, niet per se trauma's, maar het kan je gewoon helpen bij een soort van verwerkingsproces. En ik denk dat vind ik persoonlijk ook wel echt het mooie aan kap is. We willen het nog vaker, veel vaker eigenlijk gaan doen. Het liefst 1 keer per maand. Ja. Omdat het gewoon, naar mijn idee brengt het eigenlijk alleen maar positiviteit met zich mee. En ik snap op zich wel als je deze beelden ziet dat je misschien eerst denkt van... Oh my god, wat is dat? Dat is zo super eng. Maar uiteindelijk, het is echt, en dat is ook zeg maar mijn eigen ervaring tot nu toe... Je moet je overgeven, want anders werkt het niet. Want ik had letterlijk de eerste 10 minuten... dat ik daar een beetje omheen lag te kijken, want je ligt met je ogen dicht namelijk. Dat ik dacht van, het werkt niet, ik voel niks. En eigenlijk het moment waarop ik tegen mezelf zei... Oké, Roos, je kan nu 2 dingen doen. Of je kan nu constant gaan zeggen, het werkt niet. Of je gaat gewoon aan helemaal niks denken. Je laat letterlijk alles gewoon los. Je geeft ze gewoon over en je gaat wachten. En vanaf het moment dat ik dat tegen mezelf zei... begon ik ineens als een slang zo te bewegen. Dus je ziet het is echt het overgeven wat er eigenlijk voor zorgt dat dit gewoon mogelijk is. Ja, klopt. Ja, we kunnen een heel lang verhaal van maken. Maar het is voor iedereen ook gewoon heel anders. Iedereen heeft andere dingen. Sommige mensen gaan een soort van kleuren zien. Sommige mensen zien juist dingen uit het verleden of familie voorbij komen of wat dan ook. Het is een soort van je inner child wat ook wordt geactiveerd. Dus ook dingen van hoe jij vroeger bijvoorbeeld was. Wat voor gevoel jou dat geeft. Het is voor iedereen gewoon een hele andere ervaring. En iedereen haalt er ook wat anders uit. Dus het is niet te vergelijken. En ook qua bewegingen. We hadden bijvoorbeeld een meisje die was echt aan het schreeuwen en aan het zitten. Terwijl, bij jou weet ik het niet. Ik lag een beetje met mijn hoofd te draaien. En op een gegeven moment echt te schokken dat je... Als we dat hadden gefilmd allemaal, dat is echt bizar. Want dan kan je niet eens zeggen dat is nep, want niemand kan zo uit zichzelf bewegen. Dus we wisten het ook niet van onszelf dat we zo konden bewegen. Want ik denk dat bij jou het wel meer een slang idee was. Ik heb dat heel lang gehad. Eerst dat ik wel, maar daarvoor zo heel lang bewoog. Schokken. Echt ziek schokken. Dat zie je bij mij heel erg. Weet je wel? En in je buik echt zo. En ik had het voornamelijk, jij had het bijvoorbeeld dat je ook ging zitten. En ik had het heel erg met mijn handen. Dat zie je aan het einde van mijn filmpje, zie je dat ik met mijn handen omhoog kom. Dat was het moment waarop ik soort van wel ging zitten. En dat je een beetje dit soort van ging doen. Het is nog steeds heel raar om het uit te leggen, letterlijk. Maar ik denk er gelukkig alleen maar met een positieve ervaring op terug. Ik zou het oprecht ook aan iedereen aanraden om dit te doen. Je kan dit overal ter wereld doen. Dus niet dus alleen in Mexico. In Nederland kan je het ook doen. Amsterdam en Rotterdam ook. Ja, er zijn heel veel cap facilitators. Het belangrijkste is gewoon zoek in ieder geval iemand op die het doet. In Nederland weet ik bijvoorbeeld dat Lindsay op Instagram is, Linnebel. Je kan haar een berichtje sturen, want zij is dus cap facilitator. Maar er zijn er meerdere in Nederland, dus je kan het sowieso gewoon gaan doen. Ja. Dus dit was even onze ervaring die we wilden delen over kap, om het gewoon even wat duidelijker te maken wat het nou precies is. En, We gaan sowieso in onze wereldreis nog vaker doen. Miami staat op de planning en Costa Rica ook. Dus jullie zien vast nog wel een aparte vlog erover. Dan hoeven we niet meer in onze reisvlog te doen, maar dan is dit een kleine introductie. Hallo!
Nou, dit is het einde van de Tulum vlog. Ja. En we willen dus even een honest opinion over Tulum met jullie delen. Ja. Want, nou ja, jullie hebben allemaal een keer van Tulum gehoord. Het is een enorme hype. Het is helemaal geweldig. Het is dit, het is dat. Maar we willen even een reality check geven over hoe het eigenlijk daar is. Ja. Dat het niet helemaal is zoals het beeld op Instagram et cetera wordt voorgeschoten. Dat ik wil ermee beginnen dat het echt... Het is inderdaad super mooi. Alleen punt 1 is eigenlijk al, je betaalt overal vergeleken met de rest van Mexico gewoon echt een driedubbele ongeveer voor. Zeker als je in de hotel, dat heet zonnehotelleren, als je daar zit, dan kan je er zeker van uitgaan dat je, ik denk als je het zo bekijkt, minstens 200, misschien wel 300 euro per nacht al kwijt bent per persoon. Wij zaten niet op zonnehotelleren, maar in Tulum is eigenlijk zelf, dus zeg maar een beetje het centrum. Dus we hebben gelukkig daardoor wel wat minder kunnen betalen, maar we hadden een auto, dus we konden ook overal heen rijden. Nou, en je merkt eigenlijk vooral bij alle attracties, het komt natuurlijk ook door corona, maar alle blogs wat je leest op internet, klopt gewoon niet. Want op alle blogs staat heel vaak dat dingen gratis zijn en dan moet je er gewoon voor betalen. Zoals bijvoorbeeld de cenotes. Nou, daar moesten we dus bijvoorbeeld 250 pesos per persoon voor betalen. En ook nog eens 200 pesos als je een telefoon of GoPro wilde meenemen. Nou, we hadden dat en vervolgens kwamen we bij de cenote aan. Iedereen had geen bandje voor zeg maar telefoons meenemen, maar iedereen was wel foto's aan het maken. Dus daarmee ligt het je bijvoorbeeld echt ook gewoon op. Punt, als je dus niet in zonnehotelera zit, waar wij dus niet zaten. Ja. Inderdaad, je bespaart heel veel geld, maar je moet overal met de auto naartoe. Klopt. En parkeerkosten zijn echt niet grappig. Het is heftiger dan in Amsterdam, jongens. Het is letterlijk, het is 8 euro. Je moet minimaal, of dat is zeg maar echt het minimale wat je moet betalen. En heel veel parkeerplaatsen zijn al vol en het strand is eigenlijk gewoon ontoegankelijk. Het is het hele stuk zeg maar, van het strand zijn alleen maar hotels en beachclubs, hele dure. En je moet door zo'n beachclub heen om dus op het strand te komen. Dus je betaalt al parkeerkosten. Daarna moet je dus ook nog voor een bed betalen en er zit nog niks bij qua consumptie of etcetera. $50 gemiddeld per bed. Het goedkoopste wat je kan vinden is $50. Dan heb je dus ook al parkeren betaald. Ja. Ben je dus op één dag wil je ook nog eten minimaal $100 kwijt. Ja. Echt minimaal. Dan heb je niet eens eten erbij. Klopt. En wij weten dan gelukkig wel de plekjes van in Tulum waar je dan goedkoper zou kunnen eten. Maar dat is niet de zone waar je eigenlijk wil zitten. Dat is meer... Nou ja, ik wil het ook weer niet ghetto noemen, maar het is wel echt dan weer, als je Tulum Centro en zo zit, zit je echt wel meer in het niet echt toeristische deel met veel Mexicanen en zo. En gewoon net, die vibe is ook gewoon wat minder. Er is ook heel veel criminaliteit in Tulum, ondanks het feit dat je het niet echt merkt, kan je daar gewoon niet over straat staan. Je wordt opgelicht door de politie. Wij hebben ook verhalen namelijk gehoord van andere mensen die hier, of die eigenlijk ook woonden in Tulum en die eigenlijk ook aan het vertellen waren van ze proberen het op internet heel erg te laten lijken als Paradise on Earth. En tuurlijk, het is super mooi. Alleen de criminaliteit is daar zo ontzettend hoog. Er worden letterlijk moorden gepleegd op toeristen zonder dat mensen het uiteindelijk eigenlijk ook gewoon doorhebben. Dus sowieso voor de vrouwen onder ons die gaan reizen naar Tulum, zorg dat je nooit alleen in ieder geval over straat gaat. Je merkt het ook wel aan de politie die er rijdt. Er rijdt zo insane veel politie met mitrailleurs, weet ik veel wat ze allemaal bij zich hebben. En dat zijn uiteindelijk de mensen die je, waarvan je zou denken dat ze je zouden helpen. Maar nee, dat zijn de meest corrupte mensen. Je moet gewoon niet met de politie daar in aanraking komen. Als jij s'avonds zeg maar over straat rijdt of loopt, maar even als je in de auto rijdt, dan zal de politie ervoor zorgen, als ze weten dat je dus niet Spaans bent, zullen ze ervoor zorgen dat jij dus zeg maar een valse alcoholtest hebt. Bijvoorbeeld dat je een nacht in de gevangenis moet zitten voor een nacht. En dat je daar jezelf dus moet uitbetalen weer. Ja. Om jezelf dus uit te halen. Dat ze dus weer geld hebben. Klopt. Zo erg is het. Zo ver gaat het. Toeristen worden gewoon enorm opgelicht. En ook simpele jurkjes, de winkeltjes. Je kan eigenlijk niks kopen. Je betaalt gewoon een paar honderd euro voor een jurkje van stof. Wat ik bijna zelf kan maken. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja. Het is super mooi, maar dat zegt ook wel alles. Dus die hele hype, die hele... Ja. Alles wat er online gaande is, het is gewoon niet waar. Ja, het is zo als je enorm veel geld hebt. Ja, als wij bakken met geld zouden hebben en dan, je zit in zo'n prachtig hotel en je hebt alleen maar dat strand, 100% waard. Dan heb je de vakantie van je leven, maar dat is gewoon niet hoe wij reizen. Dus dat is gewoon, dat is gewoon, het is niet een realistisch beeld wat wordt afgegeven. Klopt. En we geven ook op Instagram, zullen we ook binnenkort een guide plaatsen. Dus @roosheideman, @shannonbond. Op Instagram met onze eerlijke opinion ook nog eens een keer over Tulum. En de plekjes waar wij wel zijn geweest. Want dit wil ik ook even duidelijk maken. Alle foto's die wij doen op Instagram, wij weten hoe je moet editen. En hoe alles inderdaad picture perfect uit kan zien. Maar weet wel dat daar heel veel
werk ook altijd aan vooraf gaat. En dat het nooit 100% zal zijn als wat je in het echte leven eigenlijk zo zou zien. Precies. Dus is Tulum het waard? Als je het mij vraagt, zou ik het skippen persoonlijk. Nee, overslaan. Mexico is echt zeker. Ik heb natuurlijk in Mexico gestudeerd. Mexico heeft zoveel meer moois te bieden. Er zijn zoveel mooie steden. Wij zijn natuurlijk nu echt alleen op de toeristenplekken geweest. Maar Tulum is, nou sorry, maar valt daar echt niet onder. Niet onder. Mexico is echt een enorm mooi land. En Tulum maakt het eigenlijk slecht. Laat het eigenlijk gewoon niet mooi meer lijken het door enige, alles wat daar... Het enige wat ik heel mooi vond was de kapsessie. Daar hebben jullie hier iets eerder al over gezien. We hebben wel uitleg over gegeven wat dat was. Dat heeft mijn hele Tulum experience toch nog wel echt leuk gemaakt. Ja. Omdat dat zo bijzonder was. Maar buiten dat om, ja, je kan naar Tulum als je heel veel geld hebt. Dat is het enige wat ik erbij wil zeggen. Klopt. Nou, dat was dat. Ja, dus dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En volgende keer zijn we in Cancun! Yeah!